Ja, ruim drie jaar terug is hier het café gestopt. En ja, toen was er niks meer. En dan zou het toch een slapend dorp hier worden. En dat is toch eeuwig zonde. Ja. Zandwerf is een bruisend West-Fries dorp. Of beter gezegd, is weer een bruisend West-Fries dorp. Koos Scholte pakte de handschoen op en maakte van het café weer een centrale plek voor alle inwoners en ver daarbuiten. Bijvoorbeeld de musicalvereniging uit Opmeer die na een brand op straat stond. En Co was eigenlijk meteen degene die na de brand als eerste belde van jongens, als je wat wil, kom even bij mij, want ik heb ruimte in Zandwerven. Het drukt zeker wel een stempel op Zandwerven, het koetje. Ja. De kermis, maar ook alle andere faciliteiten die hier geboden worden daardoor. Ja, ik denk echt wel dat de koe daar wat aan bijdraagt, zeker weten. Ook de gemeente Opmeer werkte mee. Volgens de vergunning was in het café namelijk alleen horeca toegestaan. Nou, daar hebben ze een soort van ontheffing voor gegeven, dat wij dagbesteding konden doen. Ja. En daar hebben ze een nek voor uitgestoken. Mag ik daaruit concluderen dat er heel veel kan als je er maar niet tegengewerkt wordt? Ja, en een beetje meewerken. En dus komen er nu regelmatig verzorgingstehuizen met bewoners naar Zandwerven. In plaats van dat alles en iedereen het dorpje verlaat, haalt Co juist iedereen weer binnen. Waar, wanneer en hoe hij maar kan. Nou, onderhand van de winter hebben we hier een ijsbaan op het parkeerterrein gemaakt. Gewoon de putten dicht doen, water erop pompen. En we hebben een prachtige dag schaatsplezier gehad. Ja, met wat creativiteit is er genoeg te verzinnen om mensen hier naartoe te trekken.